Wacht er droog bij. En zolang er geen modder en sneeuw zijn, blijven de onderlinge verschillen gering. Vandaar dat u een paar ronden na de start een vrij omvangrijke kopgroep ziet met De Brouwer, met Libouton, met Richard van Bakel enzovoorts. En hier is pas Henny Stamsnijder met rug nummer 5. Die is pas toe aan zijn vijfde cross en hij zou dan ook slechts als 11e eindigen. Geen hoofdrol. Nummer 10 daar over de balk is Adrie van der Poel, zo van de weg overgestapt naar het veld. Ook voor hem geen hoofdrol, hij werd 15e. Voorop dus een aantal Belgen en ook 2 Nederlanders. We gaan dat hier zien. Links Libouton, rechts De Brouwer in tweede positie. Daar zitten nog bij Martin Hendricks en Colts en Richard en Danny De Bie. Kortom, mannen die al vroeg in vorm zijn. Maar het seizoen is nog lang, u hoorde het. De laatste wedstrijd wordt pas in februari gereden. Vandaar dat de meesten nog niet in conditie zijn. Met 61 ging daar Henk Baars. Hij had zijn reis zelf moeten betalen, want hij kreeg geen startvergunning. Toch zou hij als 8e eindigen. We kijken naar de kopgroep. Op kop De Brouwer, daarachter Libouton. Dan Richard. Vervolgens, dat gaan we hier zien, De Brouwer, Libouton, Richard, Martin Hendricks, Neoprof, Danny De Bie. En zo gaan ze daar door ons beeld. Hier is met 31 Huub Kools, die goed reed en dus 6e zou eindigen. Dan de achtervolgers met Beat Broy, ooit koning van de Alpen in de Tour de France. En Adrie van der Poel zag u in 3e positie. Hier in 2e positie, Baars. Hij moest dus op eigen gelegenheid gaan. Hij werd niet goed bevonden voor deze cross, maar toch, zoals ik zei, 8e. We hebben deze beelden van de Zwitserse televisie. We slaan dus een heel eind over in de wedstrijd en we zien Danny De Bie voor Libouton, De Brouwer en Hendricks en Van Bakel. Dat waren de 5 eerste. We gaan dan vrij snel naar het einde. Hier is nog Honecker. We gaan vrij snel naar het einde toe, want hier zien we al Paul De Brouwer komen, de 31-jarige Belg. Won de eerste wedstrijd om de Super Prestige. Het werd zijn 6e overwinning in dit seizoen. En dan krijgen we nog een sprint voor de 2e plaats. Die gewonnen gaat worden door links Frank van Bakel. Rechts wordt Martin Hendricks